Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend was het overwegend bewolkt en daardoor hebben we de zonsverduistering ook bijna niet kunnen zien. Inmiddels begint het op te klaren in de brede streuk over het midden van het land, maar later vanmiddag en vanavond zal het vanuit het noorden uit geleidelijk aan weer opnieuw bewolkt raken overal. Verder volgt later ook wat regen. Vannacht hebben we dan verspreid wat lichte regen en het koelt af na 6 tot 3 graden. De noordwestenwind die neemt behoorlijk toe. En waait morgen overdag matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Verder hebben we in eerste instantie nog steeds veel bewolking, verspreid valt een enkele bui. Pas laat op de dag neemt de kans op wat zon toe. Het wordt 9 of 10 graden. Zondag een heel ander weerbeeld. Dan schijnt de zon flink, blijft het overal droog en wordt het 7 tot 9 graden bij een matige wind uit het noordoosten die het voor het gevoel wel een stuk kouder maakt. Ook maandag blijft het droog met flink wat zon. Op dinsdag gaan er weer een aantal buien vallen. Ik ben Men Langkamp van weerplaza.nl.